ga het gewoon doen. Je meent dat? Ja, ik zal eens met een huisbaas praten en Rita voorstellen als nieuwe huurder. Dat is heel lief. Ik hoop het. Zeer... Ah, sorry. Hallo. Ja. Ja, dank je, Nico. Voilà. Iedereen is ondertussen wakker. Dames en heren, van harte welkom op deze eerste quiz. Ik hoop dat dat een traditie mag worden. Ik zou zeer graag hebben dat de quiz zeer eerlijk verloopt. En daarom zou ik in de eerste plaats willen vragen aan iedereen om zijn gsm nu uit te schakelen. Dank je wel. En ik zou eigenlijk ook willen vragen, straks tijdens de quiz zelf, dat jullie zo eerlijk zijn om niet over jullie schouder naar de antwoorden van de andere mensen te kijken. De antwoordformulieren dus zullen na iedere ronde opgehaald worden door mijn lieftallige assistente hier naast mij, Marie-Roos. Voilà. Ja, een klein applaus. De antwoorden zullen dan gecontroleerd worden door onze deskundige jury hier aanwezig onder de leiding van Evi Hermans. Voilà. En ik heb alleen nu nog één taak en dat is u voorstellen aan de twee lieftallige dames die u doorheen deze avond zullen loodsen. En dat zijn June Van Damme en Trudy Tak. Alsjeblieft. Voilà, dank u. Ja, wij mogen vanavond dus de vragen stellen en daar zijn wij heel blij mee. Tenminste, als we de vragen krijgen. Ja, natuurlijk. Okay. Voilà. Zonder een mapje. Ja, dat is de antwoord is ik. De eerste vraag. Op 18 juli 1995 komt een Italiaanse wielrenner om het leven in de 15e etappe. Welk nummer staat er op de dolle kever? Zit hij met zijn hand aan zijn hoofd of aan zijn kin? Dat is aan zijn kin, hè? Ja? Nee, hij zit toch met zijn hand zo aan zijn kin? De denker van Rodin. Maar wat denkt hij? Niet met je kin, hè? Ja, kom. Waar zit de verstand? In uw kop? Hoe schrijft hij op hoofd? Dat is toch logisch? Zeker? Ik weet het niet, dus maar... Ik denk het niet, maar ik zal het hoofd schrijven.